Shaquille, na de winterstop zijn er nog wat spelers bijgekomen, merk je die concurrentie ook op het trainingsveld? Ja, we hebben wel gewoon veel concurrentie erbij, alleen dat is denk ik alleen maar goed. Dat maakt de groep ook sterker, want we moeten nu gewoon punten pakken en we moeten naar boven. Het was zo dat tegen RKC en ook tegen Utrecht, waren er spelers die normaal in het eerste stonden, die nu op de bank moesten plaatsnemen. Dat is natuurlijk een enorme tegenvaller, jij stond gewoon in de basis, dat moet een lekker gevoel geven. Ja, tuurlijk, als je mag staan, het is altijd een lekker gevoel. Dan kan je gewoon je ding doen. En de trainer vertrouwen in mij en ik probeer dat gewoon zo goed mogelijk te laten zien. Als er dan de verdedigers bijkomen, sterkt dat jou? Geef het dan, geeft dat dan jou wel extra vertrouwen? Het maakt je wel wakker alleen. Ik heb wel altijd vertrouwen in mijn eigen kwaliteit en dat moet je altijd denken houden. En daardoor denk ik dat ik nog spul en ik probeer dat gewoon elke week weer te laten zien. De RKC was dat lekker. Uit een van de stilstaande momenten. Je gaat mee, je maakt het openingsdoelpunt. Tegen Utrecht, ja, nauwelijks kansen gecreëerd. Die gingen elke keer voor niks mee naar voren. Nou ja, nauwelijks kansen gecreëerd, dat is wel waar. Maar ik moet ook gewoon zeggen dat Utrecht ook gewoon een goede ploeg heeft. En we kwamen gewoon niet goed voor de dag. Alleen we hopen dat nu gewoon tegen Vitesse wel te doen. En ik denk dat dat alleen maar kan door de juiste instelling te hebben. Heb je toch deze week veel getraind dan op die spelhervatting? Of zeg je van nou, dat weten we nu wel? Nee, maar ik denk dat je er elke week wel gewoon dezelfde aandacht aan geeft. Omdat ik denk dat elke Eredivisieploeg wel weet dat wij daar sterk in zijn. En ik denk dat, uh, dat je dat gewoon elke week moet doen. Ik denk niet dat je moet denken van uh, het gebeurt maar eventjes. Hoe is het met de communicatie in de, in de ploeg en op de training, want ja, er, er zijn nu wel heel veel Engelsen bij. Ja, dan moet ik wel zeggen. Het is, het is wennen, omdat je natuurlijk gewoon gewend bent Nederlands te praten. Ja, alleen met Thomas dan, die praat je Engels. Alleen nu heb je meerdere Engelsen, dus dan moet je ook anders communiceren, maar dat gaat me wel gewoon goed, voor, goed af. Ik zie je, dat Sturps ook heel veel met jou praat. Wat, wat spreekt hij om met jou in een wedstrijd? Ja, het zijn gewoon dingetjes die je als centrale verdedigers met elkaar bespreekt. of uh, die nodig zijn uh, met het doordekken of wat dan ook. En dat heb je ook wel nodig. Hij zet je gewoon goed neer. En dat houdt je ook wakker als iemand uh, 90 minuten lang naast je blijft praten. En dan houdt de groep, denk ik, ook wakker. We spelen nu tegen Vitesse zaterdag. Ik denk Vitesse is toch wel vergelijkbaar met, met Utrecht. Wat voor wedstrijd verwacht je? Ik verwacht denk ik een open wedstrijd, uh, Vitesse met de kwaliteiten, wij met onze kwaliteiten. Alleen ja, ik ben speler van ADO, dus wij gaan goed voor de winst en uh, wat, uh, wat Vitesse doet dat moeten zij lekker zelf weten. Je ziet dat de concurrenten ook regelmatig punten pakken, dat geeft toch wel een extra druk denk ik bij, bij ADO. Ja, maar we zijn nu dit jaar wel al gewend met druk te spelen. We staan eigenlijk vanaf begin af aan al best wel onderaan het, onderaan het rijtje. Alleen ja, voor ons is het gewoon belangrijk dat we naar boven klimmen en welke tegenstander het ook is, je moet gewoon goed voor de dag komen. En we hebben gewoon sowieso één ding thuis moeten we echt uh, volle bak nog erg gaan. Vorige week na de wedstrijd liep je nog even naar het supportersvak toe. Diezelfde supporters, ja die je nu natuurlijk uh, deze week tegen Vitesse heel hard nodig. Ja, tuurlijk. Uh, het was gewoon een, uh, een kleinigheidje wat daar gebeurde. Alleen ik denk dat ze nu gewoon weer uh, zaterdag uh, achter ons gaan staan. En uh, dat ze ons weer gaan aanmoedigen voor uh, de volgende drie punten. Want uh, iedereen uh, is gewoon voor de club. En uh, als het minder gaat dan zie je wat emotie. Maar uh, dat, uh, dat hoort erbij. Club die vier tot 115 jaar bestaan, Ja, daar hoort eigenlijk een overwinning bij. Hè? Dat hoort wel. En daar gaan we ook voor zorgen. Uh, we zijn allemaal gewoon scherp. En uh, wij gaan allemaal gewoon voor de drie punten. Dat is wat we nodig hebben.